laten we het hebben over Battlefield 5. Wat een omstreden titel. Nou, weet ik eigenlijk niet. Het is hypeloos. Het is geen hype rondom Battlefield 5. Tom en ik hebben het in de vorige Games & Podcast erover gehad. Ga dat luisteren afgelopen vrijdag. En er is gewoon stilte rondom Battlefield 5. En ik begrijp niet zo goed waarom. Aan de ene kant, want de game is de game en die staat op zichzelf. Aan de andere kant snap ik het natuurlijk wel. Omdat Electronic Arts de laatste jaren, vooral DICE de laatste jaren... Beetje aan het flunken. Ja, ze hebben gewoon zich niet aan beloftes gehouden. Dus worden mensen een beetje wantrouwig van met Battlefront 2 en met Battlefield 1. Dat waren mensen ook al best wel snel zat. Kortom... Ja. DICE heeft wat te bewijzen en dat gaan ze doen met Battlefield 5. Ja, doen ze dat? Want jij hebt die game lekker in Zweden best wel lang mogen spelen. Pre-release, alles. Zo'n beetje alle facetten van de game. Zij het nog niet de volledige game, daarover later meer. Maar je speelt die game, je stapt erin, je hebt die multiplayer, je hebt die singleplayer. Heb je dan allereerst zoiets van, oké, ze zijn die beloftes waar aan het maken? Wat je ziet in Battlefield 5 is dat er enorm veel liefde in de game zit en dat ze enorm veel ambitie hebben getoond door het aantal modi wat erin zit. Call of Duty Black Ops 4 heeft natuurlijk duidelijk voor gekozen, wij droppen de singleplayer om een Battle Royale modus te maken. En dat hebben ze bij DICE niet gedaan. Bij DICE zeggen ze, we doen alles. We doen een singleplayer, we doen een multiplayer, we gaan straks een Battle Royale game maken, er komt een co-op modus. Heel veel ambitie. Ambitie versus tijd is in dit geval een beetje lastig gebleven, want er wordt heel veel later uitgebracht. De game is al uitgesteld geweest. De game is al uitgesteld, er wordt heel veel content wordt er later pas toegevoegd. Daar komen we straks ook nog eventjes op terug. Maar de ambitie straalt er vanaf. Zeker als je ziet van, bijvoorbeeld voor de singleplayer, hebben ze iemand van Guerrilla Games, die aan Horizon heeft gewerkt, hebben ze binnengehaald om daar toch een emotioneel verhaal te vertellen over de verhalen die we niet kennen uit de Tweede Wereldoorlog. Dat maakt niet gelijk dat het een game wordt à la Horizon, hè? Dat je dat singleplayer 40 uur duurt. Dat is helemaal niet waar. Zelda-achtig. Ja, de singleplayer is nog steeds relatief kort. Alleen ze proberen er wel gewicht aan te geven. Ze proberen er wel iets meer van te maken dan alleen maar een soort excuus om in een soort Iron Man pak, wat in Battlefield 1 natuurlijk een aanfluiting was, om in een soort Iron Man pak mensen te moeten neerschieten in de oorlog. Dat is wel echt weg. Daar hebben ze van geleerd. Ja, want ik wou er ook alweer over beginnen, want het is bijna een meme geworden. Bijna een meme geworden en het sloeg ook nergens op. En daar hebben ze wel echt naar geluisterd. Ik ben geraakt door de singleplayer games. Wow. Vooral Tirailleur, hoe je het ook uitspreekt bij een Fransman. Die laat je als de zwarte Franse man. Hij komt van een Franse kolonie. Senegal, toch? Senegal. Ja? Oh, Senegal. Die wordt naar Frankrijk gehaald om het moederland te helpen. En je denkt dan als Senegalees, wauw, ik ga naar het moederland. Weet je, daar woont de regering, dat is ons land. En je wordt dan als tweederangs burger, tweederangs militair daar gebruikt om dingen op te graven en zo. Uiteindelijk begint de gameplay, speel je gewoon een shooter. Hè? Dan is het gewoon... Maar het is wel mooi dat ze zeg maar, de context proberen ze iets meer lading te geven. En dat is best wel gelukt. Ik vond dat echt een heel mooi verhaal. En ik vind eigenlijk alle verhalen van de war stories vind ik wel tof. Het zijn er drie, toch? Het zijn er drie. EA zegt zelf vier, want ze noemen de proloog ook een war story, maar die duurt 10 minuten. Dus nee, het zijn er drie. Oké, drie war stories, maar dus wel, je raakt ervan in beweging. Ja, er komt nog een vierde aan. In december. Mooi. Ja, maar dat is dus ook weer zoiets. Alles, het is, wat jij zei, een gefaseerde release. Het is een gefaseerde release. Heel veel content wordt in stukjes uitgebracht en dat komt gewoon omdat ze te veel hooi op hun vork hebben genomen. Ja, dat is wel gebleken. Maar goed, dat krijg je er ook van als je met de aankondiging al zegt van, gaan we Battle Royale doen en iedereen oren gespitst en het kwam maar niet. Dus dat is een beetje Oprah Winfrey, and you get a mode, and you get a game mode, and you get a game mode. And we're gonna do single player, and there's gonna be multiplayer. Ja, iedereen krijgt een game mode, dus soms zijn er even moeten wachten. Oké, maar dus de war story is positief door verrast, overduidelijk. Ja. Hoe zit het dan met gewoon die centrale multiplayer, waar eigenlijk denk ik voor de meeste mensen Battlefield ook nog steeds om draait? Ja, heel erg vet. Battlefield valt of staat natuurlijk bij de mappen. Er is één map die ik heel vervelend vind, Hamada wil ik er verder niet meer over hebben, want als je dan geen sniper of tank bent, dan... heb je gewoon geen kans, het is gewoon te open. Ja, die kennen we. Dat is gewoon niet zo'n fijne map. Maar de andere mappen die zijn echt heel erg mooi gemaakt. Ik wil er eentje uithalen. Zal ik eentje uithalen? Je mag er even maar eentje uithalen. Twisted Steel, dat is een enorm groot gebied in Frankrijk. En dat geeft voor mij ook alweer de ouderwetse Battlefield vibe. Het voelt een beetje als een Bad Company-achtige omgeving. Zo'n die kleine Franse dorpjes, weet je wel. Van lekker de zon die schijnt, een mooi veld vol met graan en een kerkje loopt daar met een paar bloeddorstige snipers die eruit worden geschoten door een tank, want die gebouwen kunnen natuurlijk ook allemaal kapot. Lekker. En dat is ontzettend vet. Er zit inmiddels een enorme brug en daar wordt heel veel van de gevechten worden daar gevoerd. Er zitten heel veel snipers, maar als daar eenmaal doorheen gepusht wordt door tanks en zo, is het zo'n ontzettend vette chaos. En dat is natuurlijk wat Battlefield goed maakt. Ja. Het zijn de Battlefield chaotische momenten. Ik heb
Ik heb het idee dat dit de meest chaotische game is ooit. Maar op een of andere manier lukt het toch altijd wel om het weer overzichtelijk te houden. Dat is gewoon volgens mij de kracht altijd geweest van Battlefield. Ja, ja, het is sowieso een beetje, het gaat alle kanten op altijd. Het zijn altijd heel veel gevechten op verschillende facetten, op verschillende niveaus. Ik denk dat dat is wat ze dan zeggen van only in Battlefield. Ja. Het feit van dat er en tanks en vliegtuigen en toffe boots to the ground combat is. Ja, die ook nog allemaal hun verschillende klassen hebben en hun verschillende wapens. Dus er komt weer een raket langs, er komt weer een granaat langs, die is weer aan het snipen. Dat even is zo fijn. Over die klassen. Ik las in jouw review, jij zei dat er een soort van skill tree in zit voor zo'n beetje alles. Alles heeft een skill tree! Ja, dat is best wel bizar. Ja, een van de nieuwe dingen van Battlefield 5 is dat je je characters eigen kunt maken. Je krijgt in de game je eigen company. En in de company wordt alles opgeslagen wat jij aanpast. Ja. En wat je allemaal kunt aanpassen gaat ontzettend diep. Al je wapens kun je voorzien van alles wat je ongeveer maar kan bedenken wat zo'n wapen kan hebben. En dat gaat zowel qua inhoudelijk, dus een scope, een nieuw heft, alles zeg maar, kun je aanpassen. Als qua uiterlijk, dus visueel. Dus je kunt ze vet kleuren geven, tijgerprintje, neonkleur. Je kunt alles aanpassen. Dus dat betekent alle tanks, alle vliegtuigen, alle mannetjes, alle klassen, alle wapens. Alles is aanpasbaar en alles heeft een skill tree. Je tank heeft een skill tree waar je verschillende routes kunt kiezen. Oh. Je medic heeft een skill tree. Ben ik een medic die juist heel erg op het healen gaat of word ik meer een allrounder die ook wat beter is in wapens en shit? Okay. Dat kun je allemaal gaan doorlopen door die game. Je kunt daar een keuze maken. Vaak zijn er maar twee keuzes. Maar wel, zo mee personaliseer je wel je game. Dat is wel oké. Is dat een beetje wat ze in plaats van die prothetische armen en zo hebben gedaan? Ja, oké. Want dat is dus een beetje, dat was zeg maar de eerste controverse die Battlefield 5 over zich heen kreeg. Was, oh, heel veel vrouwen in de Tweede Wereldoorlog met allerlei bionische armen en zo. Ja, nee, hebben ze helemaal uitgehaald. Ja. Ik neem aan dat het gebaseerd is op hetzelfde systeem, maar dat ze gewoon de bionische arm eruit hebben gehaald. En in plaats van gewoon kun je verschillende kleding kopen. Ja, precies. Wat en, denk ik voor de meeste ook genoeg is. En dan kun je iemand met een oog eraf, dan heeft hij een oogpatch, weet je wel. Dus dan heb je een face met een guy met een oogpatch. Dat vinden mensen denk ik leuk. Ja, ik vind het vooral leuk hoe vet je en hoe diep je de wapens en de tanks en de vliegtuigen kunt aanpassen. Dat vind ik heel vet, want je maakt het daardoor wel echt eigen. Ja, ja, ook een beetje in je eigen gameplay en niet alleen in je eigen overkomen ofzo. Precies. Ja, oké. Nee, dat is dan een goeie. Even over de gefaseerde release. Wat missen we nou nog? Wat ontbreekt er nu nog aan het spel wat ze nog wel, zeg maar, beloofd hebben? Alles wat beloofd wordt, gaan ze gratis aan je geven. Dat is de belofte. Eerste belofte. In december begint dat met een nieuwe war story, een nieuwe map die we ook trouwens ook al hebben gespeeld. Heel even, kom binnenkort de preview van online op gamers.nl. Dat is hun grootste map namelijk. Het is echt heel erg huge. Als in de grootste ooit voor de Battlefield franchise? Dat denk ik niet, maar wel veruit de grootste van deze game. Want ik heb geprobeerd te rennen van de een naar de andere kant. Ik was gewoon fysiek moe. Van het indrukken. Oh, shift B. Zo zwaar. Oké, dus dat komt eraan. Aantal nieuwe mappen, co-op-modus en de Firestorm Royale. Heet het Firestorm Royale? Ja. Oh wauw, oké, wat een laffe naam. Ik dacht dat het gewoon Firestorm heette. Ja, nee, Firestorm Royale noemden ze het in de presentatie. Dat komt er richting maart, april aan. Kijk, ze hebben gewoon te veel hooi op hun vork genomen. Ze hebben meer tijd nodig. Ze kunnen daarnaast niks doen met loot crates, want dat hebben wij als consument hebben we ons daartegen gezet. Hebben wij dat voor hun bepaald? Ja, hebben wij voor hun bepaald, dus dat is hartstikke goed. Dus ze hebben het gewoon niet gered. Dus ik heb de game ook een 8 gegeven totdat alle content er is. Krijgt de game van mij een 9, want ik vind het wel echt heel erg tof. Als al die content er is, dan is het echt de meest complete shooter op de markt. Het is sowieso de mooiste shooter op de markt. Hoef ik het niet meer over te hebben. Battlefield is gewoon een schitterende game. Zal het altijd blijven. Klinkt fantastisch. Klinkt fantastisch dat de gebouwen weer helemaal kapot kunnen. Is zo fijn. Ja, ik vond wel leuk dat je in je review zei, alles kan kapot. Maar hadden wij in die ene gameplay commentaar niet die ene doos die maar niet kapot had? Ik zei volgens mij, heb ik letterlijk gezegd, bijna alles kan kapot. En dat had ook, games begonnen. Nu al een beetje miemerig, dat zodra je moet altijd eerst even zo'n countdown, weet je, je moet nog een minuut wachten voordat we allemaal kunnen beginnen. En dan zie je daar in de verte loemt al het Franse dorpje waar mensen allen naartoe gaan rennen. En dan weet je gewoon als de tijd op nul is, we gaan de eerste rennen, pakken hun Panzerfaust en schieten de eerste daken van het gebouw af voordat het spel nog is begonnen. Natuurlijk. En dat zijn ook Battlefield momenten, weet je, dat als je in een kerktoren aan het snipen bent, dat je denkt van, oh, ik ben machtig, want ik zit in een kerktoren. Ja, en dan kijk je links en dan zie je een tank zijn loopbal naar jouw kerktoren richten. Bam! Het was leuk. Klok naar beneden. Het waren 3 goede kills. I know, right? En dat is waar ik ontzettend van geniet in Battlefield, zeker met Grand Operations. Het is natuurlijk een uitgebreide versie van de Battlefield 1 modus. Ja. En die ook per fases gaat en die combineert zeg maar al die gameplay mappen. Dus dan moet je een keer wat veroveren, dan moet je een keer wat verdedigen, dan moet je een keer een bom daar leggen. Objectives. Ja. En dat vind ik echt heel tof, want dat verschuift heel erg de combat naar verschillende gebieden op de map. Waardoor je dus inderdaad in Twisted Steel, laten we dat als voorbeeld nemen, een keer op die brug echt getrechterd wordt. Ja, maar de volgende fase zit je echt weer in een heel breed moeras. En dan denk je, oh fuck, je kan echt overal iemand komen. En dan is het op dat punt weer chaos. Of dat je in Rotterdam bent,
Fantastische map trouwens. Dat je in Rotterdam bent en dat je gewoon echt gewoon zo onder druk staat door de Duitsers. Dat je gewoon, ik weet gewoon niet hoe ik dit red. En dat je dan toch 5 minuten later met, omdat je even van punt verandert, dat iedereen dan even daarin rent. Dat het toch weer lukt om ze te flanken en weer een paar goede kills te maken en toch weer dat punt veroverd. Dat is Battlefield. En dat vind ik vind Battlefield oprecht de beste shooter op de markt. En dat vind ik nog steeds. Oké, nee, dat lijkt me dan duidelijk dat soort van Battlefield 5 de accumulatie is van alles wat Battlefield tot dusver was. Nou... En meer? Nah. Vraagteken? Nee, ja, nee, het is gewoon een heel, heel goed solide spel. Het ziet schitterend uit, speelt lekker, het is leuk om te doen. Het is wel de Battlefield... Sinds Battlefield 4 hebben ze natuurlijk een beetje een wijziging gemaakt, hè? Ja. Tot met Battlefield 4 voelde het wat meer gritty en nu voelt het wat meer kleurrijk. Ik hou heel erg van die nieuwe stijl. Heel veel mensen ook niet. Nee, ja, moet je lekker voor jezelf beslissen, jongen. Het is een smaakkwestie, maar Peter zegt in ieder geval het is een 8 tot nader te bepalen. Ja, want als Firestorm en de co-op modus en alle warstories en nog meer nieuwe mappen er allemaal gratis bij worden gevoegd, dan is het echt de Battlefield en sowieso volgens mij een van de... Dat is volgens mij de shooter met de meeste content ooit. Oké, okay, dan kunnen we niet meer de Battlefront-achtige memes DICE hun kant op. Nee, maar dat is echt, dan zit er echt superveel content. Ja, als je ziet wat je allemaal kunt aanpassen, al die skilltjes, al die mappen, al die modi. Allemaal co-op, voor de 60 euro. Singleplayer, normale multiplayer, bizar. 60 euro, niks met je standaard doodgebloede grappen over. Oh, het is EA, dus dan, oh, als je dan een extra pakje wil, is het 40 euro. Dat is nou duidelijk. Ik heb het idee dat ze nu een statement willen maken hiermee. Van kijk jongens, we doen gewoon veel content, één pakket. Het duurt misschien dan wel wat langer. Maar het is wel alles wat we hebben. Ja, en het is ook echt alles wat ze hebben. Oké, mooi. Wil je alles weten? Check de geschreven review van Battlefield 5 gewoon op gamersnet.nl. Er zijn gameplay commentaren te vinden. En dus ook die preview van nog aanstaande content die binnenkort in de komende paar maanden uitgerold wordt voor Battlefield 5. Bedankt voor het kijken. Peter, nog een final thought? Het was mijn langste geschreven review ooit. Okay. Langer dan die van Red Dead Redemption 2. Bijna 3000 woorden. Pak een lekkere kop koffie en ga lezen. Meer de richting kunnen we je niet geven. Ja, want er is nog heel veel wat ik wel wil vertellen. Want we hebben ook nog video's gemaakt over Rotterdam. Oh, er is nog superveel wat we moeten vertellen. Maar ja, goed, de tijd is op. Helaas. Voorbij. Heel vies boertje daar. Ze binnensmonds bijna. Bijna kots kwam erbij. Ja, nee, dat kwam erbij. Nice. Op de grond hier. Ja. Ik denk serieus, deze vloer er alleen maar schoner. Bijt een beetje het vuil weg. Ja, I know, right? Oh, maak